mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesru. En in deze video, zoals je aan de titel kan zien, heb ik een paar dingetjes om met jullie natuurlijk te bespreken. We gaan het dan natuurlijk allemaal vertellen na de intro. Tot zo! Oké, voordat we beginnen wil ik echt iedereen, maar dan ook echt iedereen bedanken voor de support. Voor de subs, voor de donaties, voor de likes, voor de leuke, toffe, motiverende reacties. Echt insane. Ik heb zoveel nieuwe mensen ontmoet. En ik wil dat gewoon even gezegd hebben van, tegen jullie van, holy shit, jullie hebben echt, jullie betekenen echt veel voor me van, holy shit, mijn kanaal is echt insane gegroeid. Echt, een paar jaar geleden kon ik niet, dit verwacht ik echt niet, dat het zo, ja, eigenlijk succes werd gewoon. Holy shit, thanks jullie allemaal, super tof, jullie hebben me echt geholpen met dingen. Dat wou ik even gewoon even zeggen. Daarvoor heb ik natuurlijk een soort van special gedaan. Gisteren, om precies te zijn. De 12 uur stream natuurlijk, die echt soepel, perfect, is afgelopen. Het is gewoon heel soepel gegaan. Niks was eigenlijk fout gegaan. Geen lag, geen dit, geen dat. Het was gewoon perfect gegaan. Super tof. Zelfs Jurassic kwam even langs. Super tof Jan, dat jij er ook bij was als je dit kijkt. En ja, dat was echt, dat maakte echt die stream helemaal perfect, jongen. Ik had, weet je het, ik was ook niet echt moe. Zeker toen Jan er gewoon langskwam. Ik had zo'n energieboost. Ik moest nog een uurtje of twee, een uur of zo. En ja, ik haalde het gewoon makkelijk, weet je. Ik heb vorig jaar ergens ook een keer een 12 uur livestream gedaan. Toen had ik iets van 1000, iets minder abonneetjes. En ja, toen, dat was toch wat moeilijker. Je nam nog op met SharePlay en streamde daar ook mee. Dus dat was wel jammer. Maar ja, het is gewoon goed afgelopen deze fucking stream. Ik vond het super awesome, jongens. Super veel donaties gehad. En super veel kijkers. Super tof, jongens. Wat we allemaal gedaan hebben. Hide & Seek gedaan. GTA Races. Black misschien gewoon online. IV. Rocket League. Echt van alles. Ik vond het super tof. Dank jullie allemaal. Super tof. Ik vond het zo leuk. Ik ga dat zeker vaker weer doen. Ik ga het wel gewoon denk ik in vakanties doen. Dus ja. Over een paar weken zo'n vakantie alweer. Dat is niet zo heel lang. En dan gaan we zeker nog zoiets doen. Ik beloof het jullie. Dat lijkt me gewoon super tof. Ik vind livestream sowieso echt super awesome. En ja, ik vond dat ik gewoon even dit ook moest zeggen natuurlijk. En holy shit. Maar nog een dingetje. Dit is ook een soort van Q&A aankondiging. Want ja, de laatste Q&A die ik heb geüpload is echt al 3 maanden geleden. Ik zweer het. Ik dacht echt dat het niet zo erg lang geleden was. Maar het blijkt dus gewoon echt 3 maanden geleden zijn. En dat vind ik een beetje lang. Dus ik dacht van, weet je, laten we een Q&A'tje doen. Dus laat even je originele leuke vragen die je nog nooit aan mij hebt gesteld. Of nooit echt heb gehoord achter. En ik ga natuurlijk zoveel mogelijk proberen te antwoorden. Beantwoorden. Ik weet niet precies wanneer die online komt. Waarschijnlijk binnen een weekje sowieso. Dat beloof ik. En ja, gewoon weer een lekkere Q&A'tje tussen. Ja. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel vertellen meer. Natuurlijk, ik heb mijn RAM-geheugen van mijn PC is dus geüpgraded. Ik heb nu 16 GB RAM. Oh, de webcam stelt niet scherp. En dat is super chill. Dus ik kan nu gewoon veel beter streamen. En daar ben ik super blij mee. Dus ja, ik vond het zeker waard om het aan te schaffen. Dus ik ga waarschijnlijk ook meer streamen. Maar nog een puntje is eigenlijk, ik vind het allemaal kut. Het is echt kut. Het is natuurlijk de laatste periode voor mij van mijn schooljaar. En als het allemaal goed afloopt, ga ik naar de vierde. Zomervakantie is super chill. En daarom moet ik echt gewoon het vierde jaar, of vierde periode, keihard gaan strijden. Ik sta zeg maar nog niet op overgaan, maar ook niet op echt, hey, jij gaat nooit meer over, je kan het net zo goed gewoon verkloten. Ik ga toch niet meer over. Ik moet 1 tekort op, of 1 vak ophalen en dan sta ik gewoon op overgaan. Het is niet een heel drama, maar ik moet wel veel tijd in school gaan steken. Dat houdt dus in minder video's, minder livestreams. Ik probeer hier en daar wel tussen dat leren en alle schoolwerk tussendoor sowieso video's te maken. Livestreamen, als ik tijd heb, doe ik dat ook. Maar ja, ik heb zelf ook tegen mezelf gezegd, ik wil wel echt aan school gaan werken. Want als ik niet overga en ik moet dan in de zomervakantie, zie ik echt heel al die 6 weken tegen volgend jaar aantikken. Want ik wil niet nog een heel jaar al die rukvakken, wat me toch niet interesseert, wat me gewoon echt niet leuk lijkt, nog een keer te doen. Dus ik ga natuurlijk keihard strijden. En je bent natuurlijk eerder van school af. Je bent een jaar minder dan op school. En ja, ik ga gewoon strijden voor school. Helaas dan, YouTube wordt dan wel iets minder. Maar ja, eenmaal dat we in de vierde zitten,
ja, volgens mij is de vierde wel chill, behalve de examens. Want ja, je moet wel hier en daar nog best wel wat doen naar school. Maar ja, je hebt gewoon... Ik kan toetsweken chiller maken dan wat ik deze toetsweken doe in dit jaar. Want hè, volgend jaar kies ik vakken die mij interesseren. Die mij leuk lijken. Ja, leuk, interessant of nodig zijn, weet je. Maar daar ga ik dan veel chiller op leren. En dan kan ik gewoon... Ah, dan wordt het wel een chill jaar, denk ik. Maar jongens, dit was natuurlijk even een soort van update videootje met een paar dingetjes en dat. Ik vond het super awesome dat jullie er allemaal bij waren. Nou, niet iedereen. Maar heel veel van jullie kwamen natuurlijk bij de 12 uur stream. En we hebben ook gewoon een sick aantal subs bereikt. Ik heb de subcount naast me staan. 6521 abonneetjes. Dat is insane, jongens. Daar mag ik echt trots op zijn. Super awesome, jongens. Voor de support. Dat wil ik echt, de meest serieus. Super awesome. En ja, vergeet dus niet de video niet te liken. Abonneer op mijn kanaal. Laat een leuke reactie houden achter. Zou ik super tof vinden. En zeg tot bij de volgende video, jongens. Doei!